Oké, ik wil het gewoon even een goede kans geven. Als je dit hier zo ziet. Ik vind het wel eng hoor. Ik hoop niet dat het fout gaat. Oeh, dat was heel strak in één keer. En hij is paars. Een mini robotstofzuiger. Hallo allemaal. En super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Voor vandaag heb ik allemaal elektronische producten besteld. Op Shein en op Temu. Het zijn producten van een krultang. Een ding om je kwasten, make-up kwasten mee schoon te maken. Maar ook twee stofzuigers. Dit is dus bijvoorbeeld een kleine stofzuiger voor in de auto. En een mini robotstofzuiger. Dus we gaan al deze producten testen in deze video. Laten we maar beginnen bij het product wat ik al uitgepakt heb. Eerst had ik echt te kijken van wat is dit ook alweer. Maar het is dus een bakje wat ronddraait. En daarmee kan je make-up kwasten dus heel makkelijk schoonmaken. In plaats van met dat schrobbertje zeg maar, waar je kwasten tegenaan kan bewegen. Zeg maar zo. Ik heb even één vuile kwast gepakt. En deze gaan we dan maar schoonmaken. Ik zal je eerst even laten zien hoe die er in het begin uitzag. Ja, die is best wel vies. En deze gaan we dus schoonmaken. Ik doe hier eventjes wat water met sop in. Je kan gewoon iets van shampoo erin doen. Dat is ook beter voor de borstelharen en zo. Dus dat gaan we nu ook doen. Dit bakje kan je eruit halen. En dan heb je nog dit ding over. En aan de zijkant zit een aanknopje. En als je op dat aanknopje drukt, dan gaat hij draaien. Nou, ik ga er even wat water in doen. Voor het gemak heb ik even het in maatbekers gedaan. Gewoon twee kleine maatbekers. We hoeven toch maar één kwast schoon te maken. En het vuile water gooi ik in de grote maatbeker. Zo, de camera even iets lager ingesteld. Mijn hoofd is niet helemaal lekker in beeld, maar dit ding wel. En daar gaat het nu even om. Ik doe hier eerst gewoon even wat water met sop in. En dan zetten we hem aan. En doen we de kwast erin. Je merkt wel dat hij meteen een beetje moeite heeft met het schoonmaken. Maar het water wordt wel vuiler hoor. Ik ga denk even die kwast verder buiten de camera schoonmaken. Want om jullie de hele tijd te laten kijken hoe ik een kwast ga zitten schoonmaken, is denk ik niet zo interessant. Nou, die kwast is helemaal schoon. Niks op aan te merken. Hij is gewoon goed schoon. Ja, nog een beetje vochtig, maar die droogt vanzelf wel. Het enige nadeel aan het apparaatje is dat je moet hem eigenlijk continu opnieuw bijvullen, leeggooien, bijvullen, leeggooien. En als je zo'n matje hebt, dan hou je gewoon de kraan open en dan stroomt het water weg. Is wel beter voor het milieu dit, want je pakt gewoon wat water en dat gebruik je van tevoren. Of je vult hem iedere keer precies wat je nodig hebt. En dat andere, ja, dan blijf je dus water gebruiken. Maar zo'n matje heeft toch wel meer van mijn voorkeur. Bij deze ga je uiteindelijk toch wel een beetje meedraaien of tegen de richting indraaien. Dat hij net als verder schoon is. Dus in principe ben je nog steeds aan het werk. Maar het werkt wel. En dan hebben we de robotstofzuiger. Ik zag dus al een beetje op de verpakking staan dat je hem op moest laden. Dus ik dacht, misschien is het handig als we deze eerst even opladen. En dan kunnen we hem gebruiken en uittesten. En ik hoopte aan de afbeelding dat hij wit was, maar volgens mij is hij zwart, want er staat een penstreep door de zwart heen. We gaan hem uitpakken. Zo, even een mesje erbij. En dan zullen we zien wat erin zit. Hiervoor ben ik wel dus echt heel erg hyped. Ik had het er vandaag toevallig met collega's over en dan zeiden van ja, dat is zeker voor je bureau of zo. Ik zei nee, het staat dat het voor de grond is, dus ik ben benieuwd wat hij aan kan en of hij het een beetje goed zijn werking doet. De reviews op Shein waren allemaal hartstikke positief. Oké. De doos is leeg. En het is een zwarte robotstofzuiger. Hij is echt ter grootte van mijn hand een beetje. En hoe werkt dit dan? Nou, deze klik je er gewoon op. Oké. Nou, dan gaan we maar eens opladen. Het is wel een heel kort kabeltje. Goed. Oké, hij doet het wel. Ik dacht, ik druk even een keer op de knop om te kijken of hij iets doet. Want hij geeft geen lampje, hij brandt niet of niks. Maar hij is dus in ieder geval nu aan het opladen. Dan als volgende heb ik een krultang besteld op Temu. Ja, ik vind hem best wel eng. Ik hoop niet dat heel mijn haar hierdoor beschadigt. Maar ik wou hem wel uittesten. Het is dus een krultang die
ja, je haar eigenlijk naar binnen zuigt en dan krult. Een kam zit erbij. En haarklipjes. Ja, snijden er natuurlijk. Ik vind het wel eng hoor. Ik hoop niet dat het fout gaat. 2-in-1 Wireless Automatic Hair Cutter and Powerbank. En een hele gave kleur is het. Zo. Dit is hem. Want wat als we nu power zeggen? 150 graden. Heel kut dat piepje. Maar door op het aanknopje kan je iets selecteren. En met het plus-min knopje kan je hem omhoog en omlaag zetten. Dit zie je nu dus in beeld staan. Ik heb nu dus ingesteld dat hij op 150 graden staat. En hij gaat nu links omdraaien. Dus als ik op deze klik, kan ik nu de temperatuur nog veranderen. Nou, links, ik wil nu naar rechts bijvoorbeeld. En nu staat dat graden Celsius te klikken. Die kan ik ook op Fahrenheit zetten. Ja, dat was het eigenlijk. En als je hier dan op start drukt, dan gaat dat ding draaien. En dan draait hij ook terug. Maar hij, volgens mij is hij nu warm, want nu knippert deze niet meer. Die knipperde net wel. Oké, het werkt dus zo. Je moet hem dan dus ingedrukt houden en dan gaat hij draaien. En dan hoor je dus eigenlijk een piep. En nu gaat hij dus aftellen. 4, 3, 2, 1. En dan laat hij los, denk ik. Of kan je het er dan gewoon uithalen of zo? Oké, ik ga maar gewoon een plukje haar proberen. Dit is een goede pluk. Dan heb ik voor de zekerheid een wat heat protection. Maar dan, hoe doe ik het erin? Mijn haar niet. Oké, hij laat me even aftellen. Maar hoe de fuck moet mijn haar... Hoe moet mijn haar hierin doen? Leg het er doorheen. Dus... Oké, even keer opnieuw. Ja. Volgens mij moet mijn haar gewoon strakker houden. Want ik kan het er nu meteen uitpakken. Ik kom er niet helemaal uit, jongens. Nog één keer. Oké. Okay. Misschien dat je het gewoon heel ontspannen er ook omheen moet houden en ik niet terug moet trekken. Oké. Okay. Nou, dit heeft dus niks gedaan. Het zat wel een beetje vast, mijn haar. Dat vond ik wel eng. Maar mijn haar voelt ook helemaal niet warm of zo. Oké, ik wil het gewoon even een goede kans geven. Waarschijnlijk doe ik het niet goed. Ja, dit doet echt niks. Het voelt wel iets lauw. Allerlaatste poging. Ik wil gewoon dat hij werkt, want hij ziet er wel gewoon echt goed uit. Oeh, dat was heel strak in één keer. Hij trok best wel hard aan mijn haar. Komt er nu ook hetzelfde plukje. Oké, dit is wel iets meer krul. Dit komt er nu dus uit. Kijk, hij pakt je haar niet heel stevig vast of zo. Als ik mijn haar krul, dan wikkel ik het echt goed om de krultang heen. Even ear protection. Jullie zitten nu gewoon heel interessant te kijken hoe ik mijn haar krul. Het doet gewoon echt helemaal niks. Als jullie dit product hebben gekocht of kennen, laat het even weten hier in de reacties. Ik weet niet wat ik fout doe. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb het meerdere kanten gegeven. Maar het krult mijn haar gewoon niet. En normaal blijft mijn haar echt best wel goed in de krul zitten. En pakt het best wel goed de krul aan. Ik gebruik normaal mijn krultang ook op 150 graden. Ik hou het ongeveer 8 seconden eromheen. Tenminste, ik tel altijd gewoon een beetje rond 8 seconden. En uiteindelijk is het voor gevoel maar zo lang. Dus waarom dit niet werkt,
geen idee. Moet ik dikkere plukken pakken? Maar ja, het trekt al best wel een beetje. Dus ik wil ook weer niet dat je in één keer heel je haar los moet trekken. Kapot moet trekken, zeg maar. Nee, het is het gewoon... Het heeft me een beetje teleurgesteld. Hij is wel echt super mooi, dus ik had het wel gewild dat hij het had gedaan. Ja. We kunnen hem op zijn minst nog gebruiken als powerbank. Nou, en toen kwamen we alweer bij het laatste item. De 5-in-1 vacuum cleaner voor in de auto. En als we het doosje openen, zitten er allemaal mini gadgets in voor de stofzuiger. Hij is wel echt super cute. En hij is paars. Hoe leuk. Hij doet wat hij moet doen. Ik ga hem meenemen naar mijn auto. En dan gaan we gewoon even mijn auto meteen stofzuigen. Nou, welkom in mijn auto. Ik heb de stofzuiger meegenomen. En we gaan gewoon maar even een beetje stofzuigen. Want het is ook wel hard nodig als ik het zo zie. Ik ben zo iemand van... Als ik een broodje heb, dan eet ik dat ook gewoon in de auto. En dat kruimelt af en toe een beetje. Nou, toevallig had ik gisteren een goed broodje. En dat is al te zien. Als je dit hier zo ziet, zie je van, oh ja, dat is wel echt nodig. Dan heb ik een stofzuiger toevallig vandaag gekocht. En dat doet het wel. En nu verzamelt hij dus alles hierin. Nou, en toen waren we weer boven. Ja, hij werkt. Ik merk wel als je dat harig of dat borstelstukje zeg maar erop zet, dan pakt hij het allemaal wat minder goed op. Maar ik heb wel gewoon ja, die kleine gedeeltes in de auto gewoon schoon kunnen maken. Dus hij doet wat hij moet doen. Hij vangt alles netjes op. Ik laat hem gewoon in mijn auto liggen en het kabeltje breng ik dadelijk ook gewoon naar beneden. Was dit het kabeltje? En dan kan ik hem gewoon in mijn auto opladen als hij bijna leeg is of als hij leeg is. En dan kan ik ook gewoon in mijn auto gebruiken. Maar nu, het laatste. De stofzuiger. Hij heeft een 3 kwartier ongeveer opgeladen. Dus ik ga even kijken wat hij in ieder geval nu kan doen. Ik laad hem even vrij in de gang. En we zullen zien. Oké, ik zit even op de grond. Maar ik heb de robotstofzuiger hier bij me. En ik ga hem gewoon even aanzetten en kijken wat hij hier doet in de gang. Want ja, je ziet het ook wel. De vloer is weer aardig toe en een schoonmaakbeurt. Het is ook vooral de... Als je door de regen heen loopt, dat zie je vooral. Maar ook wel wat kruimels en zo en stof op de grond. Dus we gaan kijken wat hij doet. Hij loopt meteen vast. We zullen hem eens even redden. Oké. Ik heb hem even 5 minuten laten stofzuigen hier in de gang. Ik ben lekker onderbelicht. Maar ik heb hem 5 minuten laten stofzuigen in de gang. Hij heeft best wel moeite met de plinten. Daar blijft hij zeg maar net op vasthangen. Dus ik zal even kijken wat hij nu precies heeft gedaan qua stof opvangen. We zullen eens kijken wat hij heeft gedaan qua stof opvangen. Oh! Hij heeft behoorlijk wel opgevangen. Sorry! Kijk gewoon wat er op de gang ligt. Oké, dat was wel ranzig. Het is dus oprecht wel een aanwinst. Het is alleen jammer. Die plinten zijn net iets te hoog. Sommige zitten wat los, waardoor ze wat wankel zijn, zeg maar. Daardoor zijn ze wat hoger. En dan blijft hij erop vasthangen. Maar hij doet zeker wel wat hij moet doen. Als je kijkt gewoon naar 5 minuten stofzuigen, als je al zo'n pluk aan kattenharen opvangt. Ja, die katten zijn nu echt in de rui, dus het is ook niet gek dat hij zoveel kattenharen opvangt. Maar hij doet dus wel echt wat hij moet doen. Ja, conclusie. Waar begonnen we mee? Die borstelschoonmaker. Dit is niet per se een aanrader naar mijn idee. Als jij denkt van, oh ik vind het chill om gewoon die kwast er rustig in te houden en schoon te maken, kan je hem zeker halen. Alleen ik vind het gewoon niet ideaal dat je continu het water moet vervangen. Verder doet hij wel wat hij moet doen, dus
Het is persoonlijk niet mijn ding, maar hij doet wat hij moet doen. Ik zou hem niet per se aanraden. Daarna gingen we door naar de krultang. Ik zal die powerbank functie trouwens eens even uittesten. Ik heb echt heel veel kabeltjes erbij gekregen ook. En kijk of die het überhaupt wel doet. Dan moet je dus de USB in de ondersteken. Moet die aan zijn. Hij laadt op. Niet op zijn snelst, maar hij laadt op. Maar ik zou hem niet alleen halen zodat je hem als powerbank kan gebruiken. Verder, hij krult je haar gewoon niet. Ik heb het al meerdere keren geprobeerd. Oké, ik kan de temperatuur nog hoger zetten. Oké, ik kan ervoor zorgen dat hij mijn haar langer vasthoudt. Maar ik vind het ook niet per se een prettig idee. Als jij zo'n ding wel een keer besteld hebt, laat het vooral even weten wat jouw ervaring ermee is. Misschien heb ik hem helemaal verkeerd gebruikt. Want soms voel ik wel dat hij hem even vastpakt. Misschien moet je dat op een bepaalde manier creëren. Maar hoe? Geen idee. Ik zeg, nee, geen aanrader. Toen gingen we door met de stofzuiger van de auto. Ja, ik heb hem meteen in de auto laten liggen. Maar dit vind ik wel een aanrader. Gewoon voor die kleine plekjes voor de auto. Ik ben sowieso wel een liefhebber van die kleine kneut, zeg maar. Mijn moeder zegt altijd dat ik kneut haal voor in de auto. Dus daar past dit ook wel echt top bij. Hij doet wat hij moet doen. Ja, handig in gebruik, lekker compact, noem het allemaal op. Ja, ik vind het geld waard. Volgens mij kostte dat ding iets van 7 euro of zo, 7,50 euro. Kost geen drol dus. En voor zo'n leuk klein stofzuigertje. Dus dit is wel een aanrader. En dan als laatste de mini stofzuiger. Nou, ik hou hem nu schuin, dus dat kleine beetje vuil wat erin zit, dat valt meteen op tafel. Daar ruim ik zo op. Maar dit is ook wel een aanrader hoor. Het is alleen jammer van de plinten, maar hij doet wat hij moet doen. Ideaal. Dus, en volgens mij kost deze van een tientje uit mijn hoofd. Tenminste, die twee weet ik wel nog, die andere twee producten niet. Dus de stofzuigers kunnen ermee door en die komen allebei van Shein af. Volgens mij kwamen die andere twee producten van Temu. Maar ik heb het in ieder geval allemaal in beeld gezet, dus daarin kan je alles aflezen. Ja, en dat was eigenlijk in principe ook de video. Ik wil jou bij deze heel erg bedankt voor het kijken naar de video. Hopelijk vond je hem leuk. En zie ik jou volgende week weer bij een nieuwe video. Volgende week zal de video online komen staan. Met de voorbereidingen voor vakantie. Ook nog hartstikke belangrijk. Vergeet ook niet hieronder nog even op de mooie rode abonneerknop te drukken. En op het duimpje omhoog. En dan zie ik jou volgende week weer bij een nieuwe video. Doei doei!